Zijn we weer. Het is vandaag vrijdag 6 augustus. Onderweg naar de broodjes. Iets later dan gepland, maar dat maakt niet uit. Het is 9 uur. Het zou gisteren enorm gaan regenen. We hadden een berichtje gekregen, haal alles binnen. Maar vandaag ook. Het is bewolkt. Maar toch. Tussen de wolken schijnt de zon, jongens. Het is mooi in het bekijkt. Brood halen. Eten. Eens kijken of we vandaag ergens naartoe kunnen met de auto. Ik had wel ergens een mooi stuurmeer gezien. Een uurtje hier vandaan. We gaan het zien. Keep you posted. Bye. 3, 2, 1. Actie. Actie. We zijn wel goed. Action. We hebben dit keer een plan, jongens. We gaan naar het stuwmeer van Siurana. Als ik het goed uitspreek. Geen idee. 40 minuten rijden. We zijn onderweg. Het zou echt met bakken uit de lucht moeten komen. Maar het is hartstikke mooi weer. Maar goed. Zwembad hebben we ook al een paar keer gezien. Strand gisteren ook zover. Voor zover. Even wat anders. We gaan erop uit. We gaan hiken. We hebben onze schoenen aan. We hebben lekkers mee voor onderweg. Survival kit, donuts en chips. Ja, het is echt dus we overleven. Ja, en als we verdwaald raken, jongens, dan gaan we overleven. Kan ja, maken, dan komen we vanzelf wel een keertje terug volgend jaar of het jaar. Azim, ik denk dat we zo'n hutje gaan bouwen. Nee. Oh, dan, op de rotonde. Nee, maar... Op de rotonde. Nee, dan moeten we eigenlijk gewoon iemand ergens ons laten heen gaan. En dan in het bos ons droppen met de blinddoek. Dat mogen we afdoen. En dan moeten we weer toch naar huis zien te komen. Brechtje en Siem hebben gisteren op het strand een pet gescoord. Kijk eens even, Siem ook een. Mama heeft mijn pet. Ik heb die van Brechtje even geleend vandaag. Ja, die pet past iedereen. Die pet past iedereen. Gezellig, liefste pet. Lekker hoor. Nou, jullie zien het als we er zo weer zijn. Volgende shot. Sowieso. Jongens, gevolg. We staan ergens geparkeerd. Siem, waar zijn we? Zeiden dat de koeien over de snelweg konden lopen. Maar ik zei dat we konden dagen. Dat weet ik niet. Bij een grote dam. Ja. We gaan eens kijken, want dat ziet er wel echt heel vet uit. We kunnen over de dam heen lopen. Kijk eens, jongens. Als iemand de hemel overtrekt, dan gaat het water door die gaten heen. Daar. Denk je het? Ja. Maar dan stroomt het allemaal dorp in. Stroomt het er heen, toch? We zijn bepakt en bezakt. Zwemkleding mee. Voor het geval dat. Zoals jullie zien, het regent hier enorm. De weersvoorspellingen zijn echt ronduit dramatisch. We gaan eens even kijken wat dit ons gaat brengen. Papa en Brechtje lopen daar. Komt ze aan de kant? Hi. Die meneer die zal het wel warm hebben. Want het is hier best stijl omhoog. Zo, hier moeten we drone vliegen, jongen. Kijk eens, Siem. De andere kant van de dam. Ik zal jullie even deze kant laten zien. Oh, je mag hier denk ik niet drone vliegen. Er staat hier een bordje. Dit is de ene kant van de dam. Dan laat ik jullie de andere kant zien, jongens. Er ligt zelfs een vlot in het midden. Die stuk is. Kijk, daar is iemand die in het water. Wat dik. Daar word je toch foxwild van? Zo had ik mijn telefoon niet laten vallen. Dit is hier fantastisch. Tot zo. Bye. Oh,
Jee, jee. We moeten een stukje. We gaan proberen te kanoën. Kijk of we kano kunnen huren, Sim? Ja. Ik kan al kanoën, want ik heb dat een keer met David gedaan. Ja, maar de vraag is alleen of dat we hem ook kunnen huren. En ik moest 2 uur gaan kanoën. Nou, dat vind ik overdreven. Maar... we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Kijk. Ik wel. Zo mooi. Oh, en lachen. Ja, ik moet lachen. Op al. Yay, on the beach. Maatje, wat gaan we doen? Paddelen. Met kano. Mam, ga je samen? Ja, gaan jullie maar erin. Ja, zien we. Ik ga achter. Wie gaat achter? Ja, naar je achter voor. Ja, ik ga achter. What's best? It's a bigger person in the back. Oké. Okay. Kindjes gaan komen. Mag ik daar? Nee, jij moet bij papa. Nee, je moet wachten, wij gaan samen. Wij gaan ook een apart bootje. Ook een apart bootje. Nou, dat zonder te gillen. Maar daar zit ook nog kom. Nee, maar jij moet. Oh, dit is lekker water. Thank you. Het is geen zandwater. Nou, behoud de vaart. Nou, kruidmaatje. Het is geen zandwater. Ja, kleintje. Lekker water. Nou, mooi zo. Dankjewel. Nou, dan gaat papa erin. Doei. Yay. Gaat hij goed, maat? Ja. Kijk eens naar mij. Doe goed, ja, doe goed peddelen, maat. Oh, we krijgen bezoek. We krijgen bezoek. Hoi. Hallo. Hoi. Hey, we gaan botsen. Oh nee, zie ik niet meer. We gaan weer en route. Maar dit keer met... Water geweest. Het is een paddleboot, jongens. Oh, ik ben gewoon een ijsman. Het is zo koud daar. Nee, het is hier heerlijk water. Nee. Normaliter staat het water tot daar. Ik deel mijn oude muid en ik krijg het gewoon weer. Daar. Dus ik ben gewoon die ijsman. Een stuw meer. Best diep. Allemaal steentjes. En daarboven op die berg, jongens. Daar zit een villa. Oh, ik dacht er staat een geit. Ja. Er staat een geit in de gang. We gaan weer. Extreme sports. Jongens. Help. En route met Van Horst, hoor. Hey. Net Let's go. Dat Wie had dat gedacht? Mama, net stond dat stukje nog onder water. Nee, joh, gekkie. Van de witte duster in een hotel. Naar lekker kanoën. Lekker snel. We hebben het overleefd. Hé, hey, ik voel een dribbel. Ja, dat kan niet. Wat is dit? Deze. Weet je precies? We zitten op het terras. Hey, bij het stuwmeer. Die keuze hebben ze niet meer. Dus we eten patat. Hé, wat vervelend. Moet kijken. Oh, we hadden net even een influencer sessie. Ja, oké, genoeg. Ik ben een influencer. In het weekend een party dansen. Jongens. Ik kan je leunen en dan heb je lekker warm. Het is hier fantastisch. Lekker. Cola. We gaan eens even kijken wat er nog heel op de lijst staat. Want we willen dit ook wel heel graag even bekijken. Ik denk alleen dat het gaat regenen. Maar al deze view, jongens. Dat het wel weer weg is ook. Dat is echt fantastisch. We houden jullie weer op de hoogte. Adios. Zo. Volgende bestemming, jongens. Ik hoor echt bijna niks. Ik hoor heel veel. We zijn echt... vet hoog op een berg. Maar dat uitzicht hier, jongens. Hè, zien? We zijn echt op de top van de wereld nu. Kijk, en wat kom je dan tegen op de top van de wereld? Gewoon weer Holland, net hoor. Net als wij. Hoort eens even die krekels. Ik denk het, maar ik wil eerst even deze view laten zien. Het is echt... ongelooflijk. Kijk op. Ga ik zo draaien. Dit is de bewoonde wereld achter mij. De rijpel, jongens.
on top of the world. I'm on top of the world. Is dat niet normaal? Dit is not normal. Ik loop hier Hollander zijn. In mondkap. Kijk. Uitkomen. Oh, dan loopt hij nog zo'n influencer. In het weekend de party dancer. We gaan eens even kijken bij de ruïne die hier staat. Daar lopen we heen. Tot zo! Kijk, probeer zelf te influencen daar zo. Maar ik influence gewoon vanaf deze kant. Ik doe dat ook gewoon. Zij zit heel lulverhaal te houden. Over een uitzicht. Allemaal hartstikke leuk. Maar ik influence ook gewoon deze kant op. Wacht, zullen we alles gewoon bij elkaar doen? In het weekend de party dancer. Ja, met influencer. We gaan eens even kijken waar die. Ja, dat mooie uitzicht waar ik net over had. Even kijken wat ze. Oh, kijk eens. Onder rood, jongens. Kijk dit. Kijk dat ronde ding daar. Ik kom ook even rechtdoor, Brechtje. Ik kan niemand anders. Hoi. Kijk dat ronde ding daar. Waar? Ja, die steen. Dit stukje bedoel je? Een hele hap uit. Ja, kijk, daar ligt ook een hele grote steen. Ja, kijk die grote steen daar liggen. Wow, yo! Het lijkt de Grand Canyon wel. Man, die is gevaarlijk. Lijkt wel dobbelsteen. Ja. Zo zijn wij net ook helemaal komen rijden. Ik heb denk ik mijn mondkapje. Zo, voor ons een hele mini dobbelsteen. Kom maar, we gaan hier dus. Ja, we doen even de mondkapjes op. Dus mijn vinger doet, is die zo klein, mam. Dit is een dorpje, jongens. Er wonen wel geteld 155 mensen. En het is een heel oud. En daar lopen allemaal mensen. Dorpje. Bovenop een. Ja. Jezus jongen, je kan er niet over uit hoe prachtig het hier is. Dus op beeld komt het niet over. Nou, dat is altijd hè. Zoals het in het echt is. Ik hoor nog steeds niks. Dit was ons pittoreske uitzicht. Daar hebben we net ijsjes zitten eten. Dan gaan we hier. Kijk dan jongens. Zo verdorie net of je in Italië bent. Maar kijk dat ik mijn nek niet breek. Het is hier echt pittoresk. Klim voor jullie. Mijn handen zijn koud. Ja? Even papa ook. Kijk dan. Hier woont ook gewoon iemand. Zou ze thuis zijn? Aardige achtertuin. Deze kant. Kijk dan ook het tuintje. To be continued. Vervolg. Hoi yo! Koulo hoog. Zonder hekjes. Oh, sprechje wordt, sorry. Mag ik niet zeggen. Jongens, ze zijn. Blijf maar daar alsjeblieft. Kijk dan. Er zijn hier geen hekjes. En er staat hier een boom. Hier ga ik proberen te vliegen. Nee! De kindjes moeten daar blijven zitten. Onder geen beding mogen jullie daar weg. Als je hier naar beneden klettert. Ik zal het shot even draaien, jongens. Daar blijven zitten jullie. Je kan ook hier in schaduw zien. Jongens. Dit is echt gewoon, ik zak de afgrond in en help. Ik laat jullie het even zien. Ik durf het niet eens. Morgen op het nieuws. Influencer stort afgrond in. Mama. Ja. Als er iemand staat die je kent en niet bevriend is met je, moet hij je
dan ben je dood. Ja. Fijne gedachte. We staan hier zelfs. Boven het terras. Want dat zit hier. Baas gaat proberen de drone op te laden. Heb je zuur? Ja, zuur. Kijk, die mensen hebben gewoon lekker in de achtertuin zwembadje. Kijk op. Het lijkt hier wel Italië of zo. Met een Leeuws dorpje. Zullen we hier ook een Jumbo hebben? Baas gaat even de drone de lucht in gooien. Dat zien jullie beelden zo wel. Kom op, Siem. In de vlog. Zonnig blauw. We gaan op weg naar huis. Camping. Lemmen. Plonzen. Afkoelen. Ik denk dat we de regen aardig omzeild hebben. Nou, moet je boven je kijken. Ja. Hoor je ook, zal ze laten zien. Ik denk dat we onderweg nog wel een buitje krijgen. Zo. Daarom moet je gewoon sporten op vakantie. Dan blijf je conditie op peil. Kijk. Wij staan in de zon. Maar daar niet. Ik denk dat we die onderweg gaan krijgen. Nou, tot de volgende video. Volgende video, na de parkeerplaats, nu in het zwembad, afkoelen. Zonnetje is helaas wel weg, maar we liggen erin hoor. Brecht is een beetje een bange poepert geworden. Zo Brecht! Nou, ik tel tot 3 als je er dan niet in ligt, dan stop ik. 3, 2, 1, doei! Nee, hè, liep het. Bek al rood, gezwommen, klaargemaakt, weer in de auto. Geen idee waarheen. Hoe laat is het? 7:10. Hapje eten, ijsje. Kijken of we ergens wat kunnen scoren. Misschien wat leuks kopen voor Vivian. Harry op de achterbank. En voor Sam en voor Ben. Ook nog wat verhalen, ja. Maar het weer, jongens. Echt, als er nu geen regen komt. Dan ben je nooit meer. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, daar al. Hoe doe je dat? Maar. Ik om dit, hè? De lucht is daar echt wel. Ik denk dat het hier echt is donker. Heel donker. Ik ga even de auto parkeren. Jongens, we zitten in een restaurant. Dan krijg je met de pet op wat eigenlijk helemaal niet mag. Maar dat maakt niet uit. Maar die ene guy heeft dat ook op. Vet lang in de auto gezeten. Ja. We zitten aan de champi.
Waar zitten we? In een auto voor niks, hè? En waar zitten we? Niks. Jawel, we hebben water gehaald. We hebben water bij de Lidl gehaald. Het was allemaal geen succes. Het is ondertussen 8:30. We zitten aan tafel, we hebben eten besteld. Maar we zitten hemelsbreed 500 meter van ons huisje. Op de camping. In een restaurantje waar we ook nog niet eerder zijn geweest. Buiten. Was helaas geen plek meer. Wij zitten lekker binnen. Het is hier ijskoud. Ja, we moeten morgen even wat beter ingoogelen waar we heen gaan. Ik moet even een goede boulevard. Ik wil een Spaanse boulevard. Lekker met gezelligheid, eten, drinken. Muziekjes. IJsjes, alles. Ja, dat gaat ze ook nog niet doen. Hebben. Ja, dat ja. Doei. 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 Eet zit erin. Wat zijn we? Waar staat in de rij voor een mojito? Geen idee waar. Waar staat papa? Oh, daar staat papa. Daar. Kijk of het hem lukt om een mojito te halen, jongens. Voor mij is de band aan het warmen uppen. Het wordt al donker en gezellig. Ik heb geen idee wat hij voor doet. Maar op de show lijkt het heel licht. Ja. Ga maar kijken. Lien, Polly, jullie, cadeautje. Nee. We gaan hem nu eindelijk openmaken. We hebben hem bewaard. We gaan eens even kijken of dat hij echt zo lekker is. Als dat jullie daarop zeiden. Hij komt een heel goed jaar. Een goede maand. Welk jaar? Welk jaar? Uit dit jaar, alleen kijk, hij komt, ik heb gekregen met verjaardag. Ik heb dit gemaakt met dobbelsteentjes. Dus dat is altijd goed. Lekker zo'n oog op! Hoppa. Ik ga meer maken. Waar zit je flippertje? Flippertje? Ga ik zien, gaan we schieten. Oh ja, mag ik dat doen? Ja. Cool. Nou, doe maar dan. Moet ik dat doen? Duw zo weg. En dan moet je hem zo duwen. Okay. Oh, een beetje draaien. Ja, duw. Ja, een beetje duwen. Deze moet lekker zijn, dat kan niet anders. Ja, duwen. Een beetje duwen. Oh, jut! Oh, jut! Ja, nee, jij deed jut! Nou, ging maar vol. Komt-ie hoor. Daar gaat ie. Sluit je zo de vlog af van vandaag? Even lang zat. Een spelletje doen. We doen nog een spelletje. Oh, deze. Berichtje komt er zo ook bij. Proost op een mooie dag. Proost. Op een leuke vakantie. Het is een sunny day. Cheers. Tot morgen. Tot morgen.